Het ziet er al gezellig uit daar. Maar er moet natuurlijk ook gegeten worden. Alice, wat gaan we eten vanavond? We gaan spaghetti maken. En dan een beetje met mijn eigen twist erin, denk ik. Want de saus heb ik zelf gemaakt. Die heb ik van de week al gemaakt. Dat zijn gezeefde tomaten. Samen met uien er doorheen gesnipperd, champignon er doorheen gesnipperd. Wat bieslook erbij. En gewoon laten koken. En dat is... Ja, die mag je gewoon onbeperkt eten. Dus altijd lekker door de pasta heen. Dan zit je niet op de droge pasta. Dan ga ik de groenten dadelijk roer bakken. Een mix gepakt met champignon, prei en ui. Die, ja, dat mag gewoon allemaal. De meeste roerbaksmixen zit wortel doorheen. En die mogen we niet eten, want wortel zit er veel suikers in. En dat is niet goed voor ons. Flink wat groenten in de pan. En Alice, wat voor pasta gebruik je eigenlijk? Dit is volkoren pasta, omdat dat beter vult en dat is goed voor je darmen, want dan houden ze je op gang. Dus vandaar dat wij eigenlijk allemaal volkoren pasta eten. Gaan we de pasta in het water doen. Ongeveer 600 gram doe ik er nou in. Omdat we met redelijk wat mensen zijn. En we moeten allemaal 100 gram pasta per persoon eten. Even de tataartjes pakken. Die leg ik altijd op de grill neer. Dat vind ik het makkelijkste. Het is gewoon zonder vet goed te bakken. Wat jij vertelde in de wachtkamer van de eerste kaneeltaartjes. Pas precies. Klein beetje zout en peper erop voor de smaak. Ik heb 12 maart een beetje en ik heb zo. En dan klappen we hem dicht. Ja, de lijst die heb ik eigenlijk in het begin gemaakt. Om gewoon voor mijn eigen een beetje een leidraad te hebben met hetgene wat ik wel en niet mocht eten. En zo wist ik ook dat ik gewoon door heel de dag heen al mijn fruit had gehad, al mijn zuivel had gehad. En daar heb ik mij in het begin heel strak aan gehouden. En nu begin je daar gewoon wat makkelijker een eigen ritme in te krijgen. Maar daar heb ik de lijst in het begin heel veel voor gebruikt. Beetje draaien. Dan gaan we nou even de pasta afwegen, zodat iedereen netjes 100 gram krijgt. Ik vind het echt zo. Dat is al te veel. Zo, dat komt heel precies. Ja, ik vind wel dat ik ook echt maar 100 gram mag hebben. Bijna. Kijk. Ja. Dat is te doen, hè, die ene gram. Zo is het. Doen we een tataartje erbij op het bord. Als hij eraf wil, ja. Nou, nee, ja.
Zo, wat groentes. Ja, straks al zakt het ding naar beneden. En op een gegeven moment... Carolien? Als je net stel... Kijk eens. Oh, dankjewel. En dan tomatensaus staat op tafel. Ik heb nog wat zuur erbij. Oké. Okay. Ja, alsjeblieft. Koolhydraten moet echt iedere dag. Gerrie? Oh, lekker. Nee, dankjewel. Ik denk dat jij net een last van Ik heb vandaag, Vanavond zitten we in restaurant Van Broekhoven in Kroonpoort. Ja. Reservering gewenst. Helaas, het is alweer op. Maar het was heerlijk, ja. Jij verdient een Michelinster. Thank you. We hebben weer genoten vanavond. Het was weer heel gezellig bij Alice thuis. Ze had prima gekookt. En ik zou zeggen, tot volgende week. Doei! Tot volgende week. En wij gaan nog even kijken wat jullie de afgelopen week zijn afgevallen. Total Body Balance de afvallers is elke dinsdag te zien op VTV1. Programma gemist? Kijk dan op vtv1.nl. Tot volgende week!